Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de trendeditie Cute and Shell uittesten van Essence. Dit is een collectie die op dit moment in de schappen ligt. En ik heb daar een aantal spullen van gekocht. En ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd naar deze collectie. Dus in deze video ga ik je wat meer informatie geven over deze collectie. En we gaan hem uiteraard uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of deze collectie de moeite waard is om aan te schaffen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, de collectie creëert mysterieuze looks en is geïnspireerd op de schelpen van het strand. Hij zou je betoveren met stralende parelmoer effecten. En er zitten producten bij voor het gezicht, de lippen en de nagels. En die zouden zorgen voor een unieke glans. Dus ja, dat is het eigenlijk. In deze collectie zat ook nog een gezichtsponsje, een cognac face spons. Die heb ik niet gekocht. Nagelstickers, die heb ik ook niet gekocht. Maar de andere producten heb ik wel. Ik heb allereerst hier een face glow booster. Die kun je dus gewoon aanbrengen op je gezicht. En het is een hydraterend gezichtsserum eigenlijk. En er zit algenextract in en hyaluronzuur. En dat zou de huid voeden. Je kunt hem ook gewoon gebruiken als primer. Hij heeft de naam 01 You Shall See My Glow. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik een nagellakje. Ik zal even een plaatje ook in beeld neerzetten van het lakje als ik hem draag. Want ik heb hem op dit moment niet op. Die heeft de naam Your R. Angel gekregen. Hij zou opvallen door de hoogglanstextuur en heeft dus een parelmoer glans. Eén laagje zou de nagels een parelmoerachtige glow geven. En het tweede laagje zou de nagels laten glanzen zoals de binnenkant van een schelp. Dus dat is allereerst de tweede, voor de twee, deze dan. Dan heb ik een highlighter. Die ziet er ook heel mooi uit. Het is eigenlijk een blushlighter. Het is een blush en highlighter in één. Het heeft een gezichtsloze poedertextuur en creëert een perzik tot goudenachtige glans. Om een zachte glow te geven. Deze heeft de naam overigens 01 Let Us Take a Shell V gekregen. Nou, dan heb ik een lippenbalsem. En die zou de lippen voeden en ook een zachte gouden glans geven. Voor een natuurlijke finish. En dan heb ik een pH Reacting Lip Tint. En dat is deze. En die geeft de lippen een spannende glans met een stralend effect. En deze reageert dus weer op de pH-waarde van je lippen. Ik kan hier de naam... Oh ja, die staat hier. 01 Ready Shell Glow is dat. En de lippenbalsem heeft de naam 01 Shell Eye gekregen. Dus dat zijn de producten. Dus laten we ze gewoon snel gaan uitproberen. Zo, het haarbandje is in. We gaan beginnen met de booster natuurlijk. Ik zal hem allereerst ook eventjes swatchen. En hij is inderdaad vrij glowy. Zo ziet hij eruit op mijn hand. Ik weet niet of het heel goed overkomt. Ik zie zelf wel een lichte gloed op mijn hand. Maar goed, ik weet niet of dat heel goed overkomt op de camera. Dus deze ga ik gewoon aanbrengen over mijn gehele gezicht. Ik heb even een los spiegeltje, want ik heb nergens een spiegel bij. Dus dat is natuurlijk wel eventjes handig. Ik heb een kwastje. Ik ga gewoon wat van de primer aanbrengen op het kwastje. Gewoon een beetje ruim. Weet je, wat maakt het uit? En dan zal ik even mijn spiegeltje openen. En dan breng ik hem gewoon zo een beetje aan. Hij is natuurlijk nu nog een klein beetje vochtig. Ik moet zeggen, ik zie niet per definitie een glans terugkomen. Dat zag ik om mijn hand wel met zwartje, maar ik zie op mijn gezicht niet echt dat hij glans. Ik vind hem nog steeds vrij mat.
Ik zie er niet heel veel van, maar hij voelt wel heel lekker aan, moet ik zeggen. Dan ga ik ook even de lipgloss aanbrengen. Of lipgloss zeg ik, de lippenbalsem. Dat is deze, die ziet er ook echt heel schattig uit. Want als je hem openmaakt... Goh, dat is lastig. Heeft hij aan twee kanten dus lippenbalsem zitten, zoals je kan zien. Ik zal een beetje swatchen. Ik zie er eigenlijk niks van terug. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen met de swatch. Ik ga deze gewoon aanbrengen, laat hem gewoon lekker intrekken. En dan kan ik straks gewoon deze eroverheen aanbrengen. Ik neem gewoon wat op mijn vinger. Ik moet zeggen, er komt niet heel veel van af. Ik kan heel erg met mijn vinger door het... balsempje gaan. Merk niet heel veel. Ja, hij voelt wel lekker zacht aan. Maar zie ik een gouden gloed? Totaal niet. Het is gewoon een lippenbalsem die nu op mijn lippen zit, maar ik zie er verder niks van terug. Oké. Ik ga eventjes de rest van mijn gezicht afmaken en dan gaan we de andere producten ook gewoon eventjes proberen. Dus ik ben zo bij jullie terug. Nou, dan gaan we door naar de blush liner. Dat is dus deze. Zeg ik dat goed eigenlijk? Ja. Dus die gaan we eventjes ook swatchen. Ik moet zeggen, ik vind hem er heel mooi uitzien. De binnenkant met dat schelpje. Ik heb de blush en de highlighter naast elkaar neergezet. Ik vind dat je van de highlighter niet heel veel ziet. Maar goed, we gaan het zo meteen natuurlijk zien op het gezicht of dat het daar wel wat doet. Dus ik ga allereerst de blush aanbrengen. Ik vind het altijd ook wel lastig, want je hebt eigenlijk maar een heel klein gedeelte, weet je wel, voor de highlighter, omdat hij er echt omheen zit. Dus dat maakt het in dit geval ook een beetje lastig om hem goed aan te brengen. De blush is heel intens. Ik vind hem echt een beetje aan de roze kant, zoals je kan zien. Maar het is op zich niet heel verkeerd. Maar je hoeft er maar echt heel weinig van aan te brengen, want hij is best wel intens. Dus ja, op zich is hij wel goed gekeurd. Helemaal natuurlijk als je hem nog wat mooi zou blenden. Nu de highlighter. Dus ik ben wel heel benieuwd. Het moet echt om het schelpje heen. Dus je kunt het best een heel klein kwastje gebruiken. Nou, je ziet hem wel. Met een beetje opbouw zie je hem wel. Oh ja, hij is wel heel mooi als ik het zo bekijk. Maar je moet er echt wel eventjes een paar keer in dippen, want anders dan pakt hij het niet. Ja, ik vind hem toch wel heel leuk. Beetje op mijn neus. Maar het is niet dat je hem gelijk vol gas ziet. En dat is normaal wel iets wat ik van een highlighter heel mooi vind als hij dat gelijk doet. Maar met een beetje opbouw kom je er ook wel. Ja, ik vind het toch wel leuk. Ik vind hem niet heel verkeerd, dus ja, ik vind hem toch wel heel, heel mooi deze ook. Nou, dan gaan wij door naar de PH Reacting Lip
tint. Deze dus. Ik zal hem even swatchen. Ik ben heel benieuwd. Je ziet inderdaad wel een hele mooie glans. Maar ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Hier zit hij dus. De glans zie je wel, maar van de kleur zie je natuurlijk nog niks. Omdat hij alleen reageert op de lippen. Dus we gaan hem gewoon eens even aanbrengen. Ik voel de lippenbalsem nog wel, maar ik ga het gewoon overheen doen. Moet kunnen, denk ik. Hij heeft wel een lekker groot kwastje. Of applicator, daar kun je wel lekker mee werken. Oh, hij ruikt heel lekker. Hij is echt heel lekker. Oh. Ja. Je ziet gelijk dat hij heel mooi glanst. Nou moeten we natuurlijk wel even wachten tot hij helemaal is ingewerkt en de pH-waarde tot z'n recht komt. Maar ik vind de glans al heel erg mooi en hij ruikt echt heel lekker. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik zal mezelf eventjes verder klaarmaken en dan gaan we zo meteen even bespreken wat ik van de producten vind. Nou, wat vind ik nou van de Cute as Shell collectie van Essence? Ik begin even bij de Face Glow Booster. Ik vind hem heel fijn op mijn gezicht aanvoelen. Zie ik wat van de glow? Absoluut niet. Ik zag niet dat mijn gezicht glowy werd van deze booster. Maar omdat je hem als primer kunt gebruiken en ik er altijd weer een foundation overheen aanbreng, vind ik dat zelf niet zo heel erg. En vind ik hem gewoon als primer heel fijn aanvoelen. Maar wil je hem echt hebben omdat je denkt, er komt een hele mooie glow vanaf, dan is het gewoon eigenlijk een nee. Al vind ik hem zelf wel heel fijn. De blushlighter. Ja, ik vind hem uiteindelijk toch wel heel erg mooi. Ik vind de blush die is heel intens. Ik vind wel dat de highlighter niet gelijk tot zijn recht komt. Dus daar moet je wel echt flink wat van aanbrengen. Wil je die mooi gaan zien? Maar uiteindelijk ga je hem wel zien. Ik vind het wel lastig, want het highlighter gedeelte is natuurlijk best wel klein. Omdat je om het schelpje heen moet dippen. Dus je moet eigenlijk een heel klein kwastje hebben. Dat vind ik lastig, maar ik ben er uiteindelijk wel heel tevreden over. De lippenbalsem. Ja, ik vind het een beetje dubbel. Want hij belooft een gouden gloed te geven. Geeft hij niet. Ik vind het ook een beetje lastig om aan te brengen. Want hij is best wel stug. Dus er komt echt wel product op je lippen. Maar je kunt niet echt een lekkere dikke laag aanbrengen. En dat maakt het lastig. Ondanks dat ik de verpakking echt heel schattig vind. Ik had best wel zere lippen ook. Ik merk niet dat mijn lippen heel erg verzorgd worden van de lippenbalsem. En dan zie ik daarna ook wel gewoon dat ik deze heel vaak zou moeten aanbrengen om verlichting te krijgen van de pijn aan mijn lippen. Dus in dat opzicht heb ik gewoon betere lippenbalsems en vind ik deze gewoon eigenlijk niet fantastisch. De pH Reacting Lip Glow, die vind ik heel mooi. Intussen is de kleur helemaal tot zijn recht gekomen en bij mij valt die best wel donker uit. Hij voelt heel fijn aan op de lippen. Ik vind die glow die erin zit heel erg mooi. Ja, het is wel een beetje een plakproduct. Dus ga je hiermee door de wind fietsen en je haren zitten los, dan gaan wel al je haren erin zitten. Maar vanwege de kleur en de substantie vind ik echt heel fijn. En hij ruikt ook nog eens super lekker. Ja, het nagellakje. Ik ga er eigenlijk van uit dat die wel een beetje snel zal chippen. Omdat ik dat van Essence wel gewend ben. En ik denk ook dat die niet heel intens gaat zijn qua kleur. Ik denk dat je misschien de lichte randjes van je nagels er doorheen gaat zien. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar ja, dat hebben jullie kunnen zien op de foto. En ik denk dat je daaruit een conclusie kunt trekken of dat je hem wat vindt, ja of nee. Maar dat zijn een beetje de dingen die ik denk. Omdat ik het dus nog niet met zekerheid kan zeggen.
Ik ben in ieder geval wel benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. Of jullie er al wat van hebben aangeschaft. Of dat dit een collectie is die je zou willen skippen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. En daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video te mogen zien. Doei!